En de B1 van Ajax speelde afgelopen zaterdag tegen de B1 van Willem II RKC op Sportpark De Toekomst. De ploeg van Robin Pronk had de twee eerdere wedstrijden tegen AZ en Feyenoord gewonnen en ging op jacht naar de derde zege. Hier rechtsachter Sven Nieuwpoort legt de bal terug. Lange bal. En dan is Roenny Schoop weg. Op rechts. Roenny Schoop. Legt terug. Bal wordt gemist. Wassim Boui schiet. En net naast. Eerste goede aanval van de B1. Dan een corner vanaf links. Youssef Fennig. Op het hoofd van Sando Schenk. En die scoort 1-0. Uit de corner van Youssef Fennig. 1-0 dus voor de B1 door Sando Schenk. En dan opnieuw een corner. Weer vanaf links. Wordt niet goed weggewerkt. Nieuwpoort brengt in. Paniek in de tent. En die bal gaat net over. Goede kans op 2-0. Die gaat voorbij aan de B1. Aanval over links met Denswil. Schuift goed in, Davy Klaassen. Dan Schoop. Legt erop Klaassen en die wordt onderuit gehaald in de sandwich. En de bal gaat op de stip. Van Bokstel, de doelman, staat klaar. En voor Ajax is dat Wassim Boui, de captain. Speelde onlangs voor Nederland onder 17. Legt aan. Wassim Boui. En keihard in de kruising. 2-0 voor Ajax B1 door de penalty van Wassim Boui. De B1 kwam daardoor op een hele comfortabele voorsprong. Nog in de eerste helft. En de ploeg ging door. Stoorde vroeg. Kwam snel in balbezit. En weer over links weg. Vrij trap. Youssef Fennig achter de bal. En dan is het Denswil. Die de bal over zijn hoofd laat glijden en de 3-0 scoort. Stefano Denswil. Centrale verdediger. En dit nieuws werd snel doorgebeld naar het thuisfront. Dan een rust, vrij trap, Sando Schenk. En het is Denswil die opnieuw scoort. Stefano Denswil. Vlak voor rust en vlak na rust. Goede vrij trap van Sando Schenk. En het staat 4-0 voor de Ajax B1. Ziet ook Brian Roy. En weer de B1 in de aanval met Youssef Fennig. Ajax weg over links. Goede actie, voorzet. En dan een schitterende kopbal van Jarno Hofland. Fantastisch ingekopt. Doelpunt uit het boekje. Daardoor 5-0. Zag ook Pieter Huistra, de trainercoach van Jong Ajax. En deed de ploeg uit Brabant nog iets terug. Jawel, een vrije trap van Clemens Rijnvols op het hoofd van Adikali Camara. En die scoort 5-1. De eretreffer voor de Willem II RKC combinatie. En zo kreeg de ploeg van Robin Pronk ook deze wedstrijd een doelpunt tegen. Maar daar maalde hij waarschijnlijk niet erg om. Nog één keer de ploeg uit Brabant in de aanval. Goede kopbal, goede kopkans. Maar het is de B1 die wint met 5-1. En daardoor blijft de ploeg van Robin Pronk ongeslagen. Volgende week zaterdag staat de uitwedstrijd op het programma tegen ADO Den Haag.